Goedemiddag meneer. Goedemiddag, hallo. Net een trein achter de rug? Ja, ik ben aan het oefenen, aan het trainen voor de IKEN van 1 mei. We gaan met een aantal vrienden deelnemen. En ik kom juist van operatie, dus extra training is wel nodig voor dit jaar. Heb je al een keer deelgenomen aan de Everhem IKEN? Ja, sorry voor mijn eigen. toch een aantal jaren toch, heel toevallig opgekomen. Dat we op zoek waren naar een leuke teambuilding met de vrienden. En ik denk dat dit nu het vierde jaar zal zijn. En we brengen ook familie mee. Hè. Familie en andere vrienden die wat minder sportief zijn. En achteraf kunnen we nog gezellig terecht in de cafetaria van de Hoge Wal. Dat is wel leuk. En wat vind je van het parcours? Ja, parcours. Het rode gedeelte is vooral het asfaltgedeelte waar je mee start. Met deze zijde hier toch af en toe wat tegenwind. Als je terugkomt aan de Hoge Wal, hebben we hier de Finse piste. Maakt het soms iets zwaarder. Maar wel heel leuk is hier is de afwisselpunt in de sporthal. Dus je wisselt in de sporthal binnen. En heb je nog tips? Oh ja, we leven vooral veel plezier aan. Ik denk ook niet te snel starten. Want je probeert je tempo tot op het einde te houden en dan een sprintje te geven. Ik weet elke woensdagavond is het in de Hoge Wal joggen voor beginners. Dus als je niet een gedreven, gepassioneerde loper bent of niet gewoon bent van te lopen, misschien toch iets om daaraan te denken. Het is toch nog wat tijd hier in Nijs. En even denken, 1 mei, ja, het is ook dikwijls een periode waar de eerste keer de zon echt tevoorschijn komt. En dan is het misschien praktisch om een petje of dergelijke op te zetten. Oké, super. Veel succes. Dank u wel.